Het best verkochte boek voor volwassenen ooit is op de Bijbel na de Da Vinci Code van Dan Brown. Binnenkort gaat de filmversie van het boek in première. Het werk inspireerde tientallen schrijvers tot naaperij. In rap tempo verschenen de Einstein Code, het Michelangelo Mysterie en de Jopie Huisman Connectie. En dan ineens is daar de geruchtmakende internationale bestseller, de Mondriaan Code. De combinatie van suspense en spiritualiteit maken het een page-turner van je welste. Maar voor sommigen is de code meer. Een van die mensen is Johan van Riemsdijk. Ja, eigenlijk gewoon een ander mens geworden door de Mondriaan Code. Mijn hele familie heeft zich van me afgekeerd, maar ik heb het licht gezien. Wat het boek in feite bewijst is dat de ster van Bethlehem niet dat kind daar in de kribbe heeft aangewezen als verlosser van de wereld, maar dat beest dat daar vlak naast stond. En dan heb ik het dus niet over de os. Want u probeert nou te verbloemen dat u het eigenlijk over de ezel hebt. Ja, nou gaat u dus alles zitten verklappen. De ezel als stichter van een geloofsrichting. Een klap in het gezicht van het christendom. Maar wat heeft deze veronderstelde ezelverering te maken met de schilder Mondriaan? Wij gingen te raden bij kunsthistorica Ulrike Kierkegaard. De aanhangers van de ezeltheorie hebben hun geloof nooit openlijk kunnen belijden. Zij hebben hun iconen op streng geheime locaties achtergelaten. En Piet Mondriaan heeft, zo menen sommigen, werken geschilderd die je kunt interpreteren als schatkaarten. Als je het schilderij New York 1941 projecteert op een kaart van Manhattan in die tijd, dan zie je dat dit rode en dit gele vlak precies samenvallen met twee openbare gebouwen. Rood staat traditioneel voor fout, voor gevaar. En geel is de kleur van de hoop. Wat zien we? Op het gele vlak was in die tijd het hoofdkantoor van de Democraten gevestigd. Met als beeldmerk juist een ezel. En dit rode gebouw, dat was een kerk. Maar rood is toch ook de kleur van de liefde? Ja, maar dat komt me nu even niet uit. Wij vroegen de bisschop van Alkmaar, monseigneur van der Laar, zeg toch Wiebke, naar zijn mening over de Mondriaan Code. Ik heb het in de trein zitten lezen en het leest als een streekbus. En inhoudelijk? Nou ja, het is een kasteel van leugens. Het is een lafhartige poging om de kerk in discrediet te brengen. Het boek probeert aannemelijk te maken dat niet Christus de vertegenwoordiger van God op aarde was, maar een koppige ezel. En het evangelie is dan niet meer dan een hoop gebalk? Dat staat er niet. Dat maakt u ervan. Tot in het midden van de 20e eeuw waren er geloofsgemeenschappen die de ezel vereerden als een heilig dier. Zo werkte deze ezel part-time als kapelaan in het Limburgse Sint-Odilienberg, waar hij catechismusles gaf bij de mensen thuis. En hier dient hij een patiënt met open tuberculose de sacramenten der stervenden toe. De bewijzen voor de ezelverering in het boek stapelen zich op. Ezel is in het Engels donkey. Don-ki. Oftewel de heer met de sleutel. En dat zou dan weer een verwijzing zijn naar de heilige Petrus, de stichter van het christelijk geloof. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat is leuk gevonden. Maar je kunt ook zeggen dat is schadelijk voor het geloof. Maar je kunt ook zeggen, joh, ga toch knikkeren. Vanuit het Vaticaan worden verwoede pogingen gedaan om de ezelverering in het absurde te trekken. Zo werd de ezel op het Italiaanse platteland verplicht een belachelijke golfbroek te dragen. Of werd hij ingezet voor het transport van het woord van God. Dat is onzin. Dat is allemaal onzin. Anno nu maakt de huidige paus, Benedictus XVI, zich grote zorgen over de immense populariteit van de bestseller van Dick Verschoor. Hij sprak onlangs zelfs een banvloek over het boek uit. Waar ben je dan mee bezig als paus? Maar het zal hem niet lukken. Niet voor niets heet het ezeltje van Pipo no. De mensen zijn bereid om desnoods een heilige oorlog te beginnen. Die gaan voor die ezel door het vuur.
Dat is onzin. Maar is er bij jou dan geen enkele twijfel? Als je op deze symbolische manier naar de wereld kijkt, is hij nooit meer hetzelfde. Mondriaan is een anagram van man rond IA. I rest my case. Mevrouw Kierkegaard, denkt u als kunsthistorica dat de Mondriaan-code bestaat? Wat moet ik zeggen? Dit is een reproductie van de Victory Boogie Woogie. De eigenlijke Nederlandse titel is Victory Boogie Hoekie. Boogie Hoekie is ezelsoor. Je zou dit schilderij dus kunnen interpreteren als een aankondiging van de overwinning van het ezelsoor. Nou, we zullen zien. Als het inderdaad allemaal onzin is, waar maakt de kerk zich dan zo druk over? Wij zijn bang dat miljoenen mensen hun levensbeschouwing gaan baseren op een boek dat in feite een bundeling is van verzonnen verhalen en hardnekkige geruchten. En dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben.